achter mij is de kookfabriek waar vandaag de Culi Pers Lunch 2014 gaat plaatsvinden. Alle noviteiten op het gebied van food worden hier vandaag gepresenteerd. En wij mochten een kijkje nemen. Van vandaag? Het is weer net als het andere jaren een topper. Ik vind het heel erg leuk. Dit is de eerste keer dat wij hier aanwezig zijn met Carrera Culinaire. Ik vind het erg goed opgezet. Ik denk dat het een mooi platform is voor diverse merken om direct in contact te komen met relevante persrelaties. Je ziet elkaar, je spreekt elkaar, allemaal mooie producten. Een mooie diversiteit aan de wat bekendere, wat grotere merken en wat meer niche merken. Dat is onze specialiteit eigenlijk, onze Zeeuwse hamburger. Alles is 100% puur Zeeuws. Van het doosje helemaal, dus mijn nicht helemaal ingericht met Zeeuwse streekproducten. De kap is eigenlijk gemaakt van mesheften zitten erin. Zeeuwse speculaas als spiegels, Walgense kogelboontjes en mossel en oester in de ketting. En het beukje is gemaakt van lamsoor en zeekraal. Wat is het precies voor mes? Nou, het is een mes wat je nooit meer hoeft te slijpen. Dus dat is de insteek. Ik moet zeggen, ik werk er nu 2 maanden mee. Het is echt keihard en het blijft vol scherp. Ik heb al een aantal hele mooie gerechtjes gezien. Kun je die gerechtjes toelichten wat je vandaag aan het maken bent? Ja, nou, we hebben 3 gerechtjes gemaakt en 1 gerechtje is met albacore tonijn. En we hebben een sap bij van een agurk en 020 ui, een Amsterdamse ui gevuld met miso en wat kleine slaastoortjes erbij. Ik ben heel veel gewend te proeven met kaas aan drankjes en zo, maar koekjes, dat was echt een nieuwe dimensie. Amandelen en kaas, dat gaat ook goed samen, maar ook iets met chocola en kaneel. En hoe ga je dat dan combineren en wat triggert die smaak van die kaas in dat koekje? Wat gaat er gebeuren? Ik heb eigenlijk een beetje een parodie op bestaande hapjes gemaakt. En dan hebben we ook nog een gerechtje gemaakt met kalfsnieren. Want men wil toch heel graag dat ik dingen maak met orgaanvlees. Want dat schijnt mijn ding te zijn, zegt men. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om te doen, hoor. Die honing hierachter is echt heerlijk. Wat is het voor een honing? Ja, iets met kastanjehoning. Je moet maar even gaan kijken. Het is echt super, super lekker. Dilma thee is ook heerlijk. Cocktail, ja, die was erg lekker. En we gaan voortaan altijd komen. Want het is echt de plek om elkaar te zien en te spreken en lekkere dingen te proeven en boeken te laten zien. Zeg top!